Het is een belangrijke boodschap tijdens de Dutch Technology Week. Technologie maakt de wereld beter met allerlei innovaties. Mooie voorbeelden daarvan zie je in de gezondheidszorg. Zoals hier bij het Maxima Medisch Centrum. Waar hartpatiënten op een slimme manier leren revalideren met behulp van technologie. Thuis herstellen na een hartoperatie. Het gebeurt met een nieuw revalidatieprogramma van het Maxima Medisch Centrum. Met behulp van een hartslagmeter en digitaal contact met de arts kunnen patiënten in hun eigen tijd revalideren. Die revalidatie heb ik vooral te danken aan het feit dat ik bij Sportmax zeg maar heb ingeschreven. En daaruit die sportkeuring bleek dat ik iets aan mijn hart had. En een hele kleine verdichting. En daar ben ik aan geholpen. En ja, nu sport ik weer volop. Dus ja, ik voel me eigenlijk heel fit. Ik heb hier een horloge, dat is een hartslagmeter. En vervolgens heb ik hier een drongel van Garmin. Dan steek ik hem in de computer. Dit is nu gekoppeld aan die. En ik heb hier mijn hartslag. Kan ik precies zien wat ik zeg maar in die 50 minuten gelopen heb. Zes trainingen zijn sowieso in het ziekenhuis. En in de vijfde of zesde training gaan we eigenlijk samen met de patiënt evalueren. Van is het verantwoord en veilig en ook wenselijk om de training thuis voor te zetten. Goedemiddag meneer Bus. Goedemiddag dokter. Fijn dat we elkaar hebben kunnen treffen via de computer. Hoe is het de afgelopen week gegaan met het trainen en het bewegen? Ik heb 3 keer van de week getraind en ik heb me heel fit gevoeld. Oké, fijn. Nou, dat is goed om te horen. En die 3 keer, dat was ook, het doel om zo vaak te trainen, zeg maar. Ja. Geen lichamelijke klachten gehad? Nee, wat wel daarna een beetje speelt is een dag daarna heb je wat langer spierpijn. Maar ja, dat is meer een verouderingsproces, denk ik. Zo geven de patiënt eigenlijk regie over zijn dossier en over zijn hartrevalidatie. En zorgen dat hij zelf echt actief aan de slag kan met de revalidatie. In plaats van een wat passievere rol aan te nemen en afhankelijk te zijn van de zorgverleners. Het is niks mooier dan dat mensen thuis iets kunnen revalideren. Mensen die voelen zich eigen vertrouwd in de eigen omgeving. Als ze naar een ziekenhuis moeten of naar een fysiotherapeut, dan zeggen de mensen, ja, dan moet ik daar weer naartoe. Nu kunnen ze thuis doen op een gewenste manier. Of ze nou 12 uur s'nachts doen of nou om 1 uur 's middags, het maakt helemaal niet uit. In het begin kan je denken van ik krijg minder persoonlijke aandacht, want ik kom niet aan het ziekenhuis. Maar in feite is het eigenlijk nog veel persoonlijker, omdat iemand 1 op 1 op afstand precies ziet wat je thuis doet en daarop inspeelt. Ik zie dat u eigenlijk inderdaad voor het grootste deel van die trainingen in de juiste hartslagzone zit. Oké, als mijn lichaam het aangeeft, dan vind ik het prima om een stap verder te gaan. Maar ja. Daar kan ik zo langzamerhand een beetje opbouwen. Je kan het uitbreiden naar heel veel, met name chronische ziektes. Bijvoorbeeld een suikerziekte, diabetes zijn er ontwikkelingen waarbij mensen thuis hun suikerwaardes meten en ook online doorgeven aan zorgverleners en gecoacht worden op afstand. En zo zijn er heel veel voorbeelden, ook Parkinson patiënten, oudere patiënten, longpatiënten. Daar is veel te winnen, denk ik.